U kijkt naar een nieuwe uitzending van Maasduinen TV. Welkom. Lieke Martens is op zondag 13 augustus gehuldigd hier in Nieuwbergen, omdat ze samen met haar Oranje Leeuwinnen het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen heeft gewonnen. Ook heeft de UEFA haar uitgeroepen tot voetbalster van het toernooi. Lieke is opgegroeid hier in Nieuwbergen in het huis hier achter mij. Maasland-verslaggeefster Melanie van den IJssel vroeg aan Lieke wat ze wil vertellen tegen haar supporters. Ik vind het hartstikke leuk dat ze ons zo op de voet gevolgd hebben. Ik ben benieuwd hoe er allemaal hierop afkomen natuurlijk. En ja, wat wil ik ze vertellen? Dat ik dacht ontzettend leuk vind dat ze ons zo gesupport hebben. Ik hoop dat ze in de toekomst blijven komen en dat ze ons altijd blijven supporten. Dat is uiteraard de bedoeling. Ja. Hey, wat vind jij het verschil van mannen- en damesvoetbal? Die vergelijking wordt er vaak gemaakt. Dat is één ding wat zeker is. Kijk, je gaat ook niet Daphne Schippers vergelijken met Usain Bolt of hockey, mannen, hockey, vrouwen, hockey. Maar ik zou heel erg mooi zijn als het iets minder wordt. Maar kijk, iedereen heeft zijn eigen mening. Wij zijn gewoon erg blij dat we mensen enthousiast hebben gemaakt. En ja, dat het niet iedereen is, dat is iedereen zijn eigen keuze. Maar wij zijn blij dat we in ieder geval een groot gedeelte van Nederland enthousiast hebben gemaakt over vrouwenvoetbal. Dat heb je zeker gedaan. Dat blijkt wel weer. Hey, en deze huldiging, hoe kijk jij je tegenop? Hoe voel je deze happening bijna wel? Ja, ik weet eigenlijk allemaal nog niet eens wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik laat het allemaal op me afkomen. Ik ga lekker genieten. Het wordt vast een hele mooie dag. En daar ga ik alles ga ik in me opnemen. Ja. Dat doe je goed. Ja. Ik wil vooral genieten van deze mooie dag. En ik heb begrepen, je gaat naar Barcelona. Ja, dat klopt. Ja, volgende week zondag moet ik me melden. En ga je nu dan ook de leefruimte delen met Messi? Of? Nou ja, kijk, hij loopt daar ook rond op dat complex. Het zou leuk zijn als ik hem een keer tegenkom. Ja. Hartstikke welkom, Lieke. Maar ik wil nog even de overige familieleden ook nog even aankondigen. Want Lieke heeft nu natuurlijk een vader en moeder. Ze hebben ook nog een zus, Meike, maar die is helaas op vakantie. En ze heeft twee broers, Sjoerd, en die is ook op vakantie. Ja, beter kunnen niet plannen, zou ik zeggen. En de moeder van Kevin, Connie, is er ook bij. Die zwaait niet, ik zie ze nog even niet. Ja, even zwaaien. En
uiteraard horen daar voor het Leeuwen oranje bloemetjes bij. Ik ben hier vandaag in de Hermelijnsengel in Nieuwbergen. Daar zijn ontzettend veel oranje fans. Die waren vanmiddag natuurlijk ook allemaal aanwezig bij de huldiging van Lieke Martens. Brahim en Laila, jullie hebben onder andere handtekeningen gescoord. Laat jullie die even zien. Dit zijn ze eigenlijk. Dit is een handtekening. We waren daar geweest omdat mijn broer op voetbal zit, maar ik niet. En toen mochten wij daar staan. En toen hadden we een handtekening gekregen. En Brahim, hoe heb jij die huldiging ervaren? Hoe was dat voor jou? Het was wel een beetje spannend, een beetje zenuwen. Dat is eigenlijk een beetje... Je bent al heel lange tijd voetballer, hè? Ja, ik ben een jaar. En best wel een fanatieke volgens mij. Ja. Hoe is het nou om zo heel dicht bij je Lieke Martens te staan, voor heel eventjes maar? Een beetje spannend, want je denkt, ik mag geen foute dingen doen. En dat heb je volgens mij ook niet gedaan, hè? Want je werd aardig in toom gehouden, of jullie allemaal eigenlijk. Ja, wij werden allemaal gefilmd en zo. Sommige kinderen waren een beetje aan het dansen. Ja. Nou. Het was toch wel een gigagroot feest, of niet? Er waren heel veel mensen. Ja. En heel veel kinderen waren er. En Laila, vond jij het ook leuk? Heel leuk. Ja. En jullie meisjes allemaal en jongens ook? Het was heel leuk. Uh-huh. Het wordt snel tijd dat er weer een Europees kampioen voetbal hier komt in Nieuwbergen. Ja, denk ik wel. Hartelijk dank en veel succes allemaal. Je hebt gekeken naar een korte samenvatting van de huldiging van voetbalvedette Lieke Martens hier bij het Bergense gemeentehuis. Op deze plek ontving Lieke ook de gemeentelijke onderscheiding Het Fonteintje. 2 dagen later werd bekend dat Lieke tevens genomineerd is voor de titel Europees voetbalster van het jaar. Op 24 augustus doet de jury uitspraak in Monaco. Tot zover deze uitzending. Dank voor het kijken en graag tot volgende keer.